Leuk dat je op deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube-kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik voor vandaag weer een lookbook waarin ik outfits of the week met jullie ga delen. Voordat ik alle beelden met jullie ga delen van de afgelopen week, wil ik toch nog eventjes terugkomen op de video van vorige week. Daarin had ik weer een unboxing van een kledingketting. En ja, die video werd echt wel weer goed door jullie ontvangen. Maar er stonden ook reacties onder van één persoon. Ja, weet je, dat is ook gewoon. Ik kies er natuurlijk zelf voor om me te laten zien op social media. Het is ook helemaal oké als mensen mijn content helemaal niet leuk vinden. Daar heb ik ook echt geen problemen mee. Dat mensen kritiek hebben of op de dingen die ik doe of dingen niet leuk vinden. Ja, weet je, we hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. In het verleden ben ik genoeg gepest geweest. Dus ik heb echt wel een muurtje opgebouwd. Maar deze persoon die doet dat eigenlijk al een half jaar lang. En iedere keer is het gewoon een beetje treiteren, een beetje pesterijen. En op een gegeven moment denk ik van ja, weet je, laat zitten. Ik ga daar geen toneel aan geven. Totdat vorige week werd begonnen over mijn dochter. En toen had ik zoiets van oké, ik kies er zelf voor om op social media te gaan. Ik kies ook zelf voor welke content ik wil delen. En in hoeverre ik het heb over mijn kinderen en over mijn gezin. En ik vind niet dat iemand anders daar een mening over mag hebben. En zeker niet als dat over een kind gaat. Dat ik echt denk van hoe durf je? Dan ga je gewoon echt te ver. Dus onder de video's zijn wat reacties geplaatst. Ook echt een aantal hele lieve kijkers die het voor mij opnamen. Echt super dankjewel daarvoor. Maar ik wil gewoon terugkomen op het feit van laten we gewoon voor elkaar allemaal wat liever zijn. Zeker dames onder elkaar. We moeten elkaar gewoon supporten. We moeten er voor elkaar zijn. Het heeft helemaal geen nut om andere dames naar beneden te halen om jezelf gewoon beter te voelen. Laten we gewoon wat liever voor elkaar zijn. Ik maak deze video's omdat het echt een hobby van mij is. Ik vind het superleuk om te doen. En ik weet ook echt dat niet iedereen mijn content leuk vindt. Ik zie ook echt wel een duimpje zo naar beneden gaan. Ik krijg ook wel eens reacties als ik bijvoorbeeld AliExpress of Shein deel van waarom koop je daar? Weet je, dat zijn keuzes die ik maak in het leven. En ik vind het echt niet erg als iemand daar een mening over heeft. Maar laat mijn gezin en vooral mijn kinderen daar gewoon in buiten. Dan ga je bij mij gewoon echt een streep te ver. Ik wil verder niet te veel meer kwijt over dat gebeuren. Ik heb er een melding van gemaakt bij YouTube. De reacties staan nog wel aan onder die video. Maar dat wordt nou beoordeeld door YouTube wat ze daarmee gaan doen. Ik vind het gewoon ontzettend vervelend. Want ik wil gewoon een fijn platform voor dames creëren. Of voor heren of alles wat ertussen zit. En iedereen is bij mij gewoon welkom. En ik wil gewoon dat mensen zich veilig voelen en dat mensen zich fijn voelen. En dat is de reden dat ik juist ook deze video's maak. Dus laten we gewoon allemaal wat liever voor elkaar zijn. En ja, mocht je het nogmaals niet eens zijn met mijn content en het gewoon niet leuk vinden, skip mijn video's dan gewoon. Ga gewoon iemand anders zoeken dan of zo. Ik verplicht je tot niks. En ja, met dat gezegd dan gaan we gewoon verder met deze video. We hebben momenteel herfstvakantie, dus dan is het voor mij wat makkelijker om aan één stuk wat video's voor jullie op te nemen, waaronder dus ook de lookbooks. Ik heb dus de afgelopen 5 dagen lekker voor jullie gefilmd. Je kunt ook zien dat het begon met een beetje een regenachtige dag en het wordt eigenlijk steeds zonniger naarmate de eind van de week naderde. Ja. Ik vind het allemaal weer stuk voor stuk geslaagde outfits. Ik hoop jullie ook. Ik ga zo meteen de beelden aan jullie laten zien. Laat me zeker aan het einde van deze video weten wat je ervan vond. Als je in ieder geval nu zin hebt in deze video, doe dan eventjes die duimpjes omhoog. En abonneer je nog eventjes gratis en vrijblijvend op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan kom ik straks weer bij jullie terug. Zo, daar zijn we weer. Vandaag weer met look nummer 1. Let overigens niet even op de rotzooi, want Jax was zojuist boven aan het spelen met zijn Duplo. Achter mij staat nog een bak toetoetauto's. Hier ligt nog een berg kleding die ik moet opruimen. En ik was daarachter bezig met een Shein shoplog. Kijk, de camera zie je daar ook in beeld staan. Maar wij gaan zo meteen naar een verjaardag toe. Dus ik laat het heel even voor wat het is. En ik ga straks na de verjaardag weer verder filmen. Maar ik dacht, laat ik even de outfit van vandaag met jullie delen. Wederom een lekkere, simpele outfit. Maar het zijn echt van die dagen dat je eigenlijk niet zo goed weet wat je moet aantrekken. En dan doe ik het liever gewoon op deze manier. En toch vind ik het weer een hele geslaagde outfit. Ik heb een blouse aan van Nora. En die heb ik tweedehands gekocht op Vinted. En ik vind het echt een heel fijn model. Want zoals je kan zien valt hij gewoon lekker lang genoeg. Lekker loose. Ja, hij is ook een beetje doorzichtig, dus ook niet te warm. Het is een tijgerprintje. Ja, jongens, jullie kennen me ondertussen langer dan vandaag. Ik hou er gewoon van.
En het staat gewoon heel leuk in combinatie op mijn Leather Look Legging. Die is van Terstal, vooral van vorig jaar, maar ik heb al een aantal jaren op rij deze gekocht. Dus ik ga ervan uit dat die gewoon nog weer in het assortiment gaat zijn. De boots die ik aantrek, die staan toevallig beneden, maar die hebben jullie ook al vaker voorbij zien komen in deze video's. Ik doe mijn haren dadelijk nog heel eventjes vast, maar ze zijn nog een heel klein beetje nat en ik wil ook geen kronkels in mijn haren. Licht make-upje heb ik opgedaan. Oh, mascaraatje, lipstiftje. En ik heb een heel klein oorbelletje in. Een hartje, zoals je kan zien. En die heb ik op Temu gescoord. Dus al met al een hele eenvoudige outfit. Maar ik vond hem leuk. Ik heb hem nog nooit met jullie gedeeld. Want het is allemaal nog vrij nieuw. Ja, de blouse dan. Dus ik dacht, ja, dit gaan we gewoon vastleggen op beeld. Look nummer 1. En dan krijgen jullie van de week weer look nummer 2. Een hele goede morgen en welkom bij look nummer 2 alweer. Het is herfstvakantie en het is vandaag echt de meest herfstige dag tot nu toe. Het regent, het is koud. Het is vies weer, maar we gaan er toch het beste van maken. Ik ben samen met Jax, die zit toevallig hier op bed tv te kijken. Dus mocht je wat achtergrondgeluiden horen, dan weet je daar vanaf. Maar ik dacht, ik laat even de look van vandaag aan jullie zien. Ik ga zo meteen naar mijn beste vriendinnetje toe. We gaan even gezellig kletsen, even gezellige meiden dingen doen. En daarna willen we nog even doorrijden naar een andere beste vriendin van ons. Die is vandaag jarig toevallig en dan gaan we een taartje eten. En dit is in ieder geval de outfit van vandaag geworden. En dan zou je denken, goh, mode is voor het eerst in ons leven dat we jou zien zonder tijgerprintjes. Dat klopt. Dit is ook echt een jurk die ik heb gekocht op Vinted. Hij is van Costus. Waar ik in het begin heel erg over twijfelde of dat het iets voor mij is. En toch iedere keer als ik hem aantrek, denk ik, ja, wauw, ik vind hem echt fantastisch. En ja, ik voel me er gewoon heel goed in. Hij zit gewoon heel erg lekker. Hij is gewoon heel erg mooi. En ondanks dat het een stippenpatroon is, vind ik hem niet heel overheersend of zo. Misschien ook gewoon door de kleurcombinatie. Maar hij is dus van Vinted, van Costus. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb er een riem op, een nieuwe van de Primark. Ik heb hem nou toevallig laatst gevonden. Een tijdje geleden had ik een shoplog gedeeld van Primark waarin ik die riem had gekocht. Daarna ben ik hem kwijtgeraakt en bij de laatste shoplog die ik met je deelde van Primark had ik weer een nieuwe gekocht. En nou kwam ik laatst die andere weer tegen. Dus ik heb er nu 2. Hele fijne riem. Paar euro. Maar het maakt gewoon net even de outfit af. Verder heb ik mijn panty aan van de Zeeman. Ja, ik heb hier een suikershortje onder. Want het is wel gewoon helemaal open hier. 20 of 15 denier. Maar ik geef het al vaker aan in mijn video's. Ik ben echt verliefd als het gaat om panties van Zeeman. En daaronder heb ik mijn high boots aan van de Primark. Ik twijfelde eerst of ik misschien mijn lagere laagjes eronder ging doen. Maar ik dacht, ja, weet je, ik vind het eigenlijk ook wel een keertje leuk. Ik voel dit lookje wel. Ik heb nog geen make-up op. Dat doe ik dadelijk bij die vriendin. Ja, we gaan gewoon allemaal meiden dingetjes doen. Dus daar ga ik lekker eventjes make-uppen. Mijn haar is nog nat van het douchen. Dat doe ik straks ook wel even fixen. Maar dit is in ieder geval de look. Ik wilde hem graag met je delen. Look nummer 2. En ik denk dat ik gewoon heel deze week gewoon het lookboek ga volmaken. Want ik heb toch vakantie, dus kan ik lekker in de kledingkast aan de gang. Look nummer 2. Een hele goede morgen en welkom bij look nummer 3. Zoals je kan zien, de zonnestralen komen door het raam heen. Het is echt een heerlijke dag, maar het is wel fris buiten. En ja, wij gaan zo meteen met de trein naar Sittard toe. Ik ga daar Liv ophalen, die is bij mijn zus. En daarna gaan we nog even over, ja, wat is het, Oktoberfest in Sittard / kermis lopen. En ik dacht, ik ga toch even de outfit van vandaag laten zien. Want het is iets wat ik eigenlijk nog nooit heb gedeeld, wat ik eigenlijk nog nooit heb aangehad. En ik weet eigenlijk nog niet zo heel goed wat ik ervan vind. Maar ik dacht, ik ga het toch eventjes aan jullie laten zien. Ik heb een nieuwe trenchcoat aan van de Primark en ik ben nog een beetje zoekende wat ik ervan vind. Ik vind het wel heel erg leuk, maar toen ik deze ook liet zien in de Primark shoplog had ik ook al een beetje mijn twijfels. Maar ik heb hem toch gehouden en ik dacht ik ga er toch outfitjes mee stylen. Wie weet dat het dan steeds meer mijn ding gaat worden. Ik heb een sjaal om, wel een dun hoor. Die is echt al heel oud. Maar ja, het bevat luipaardprint. Het is allemaal een beetje in hetzelfde kleurenpatroon. Dus hetzelfde kleurenthema. En ik vind het toch altijd wel lekker om iets om mijn nek heen te hebben. Daaronder draag ik een, gewoon een colletje van de Primark. Niet te veel poespas. En daaronder draag ik een skinny van Zara. Schoenen die ik aan heb zijn al een beetje versleten. Maar ja, wat ik al zei, we gaan over een Oktoberfest / kermis heen lopen.
En het bleek daar al een beetje bluppy te zijn. Dus ik dacht, nou, dan trek ik maar gewoon wat oudere schoenen aan. Gekocht via Vinted, zijn van de Primark geweest. En op zich zitten ze gewoon prima. En ik zie echt die streep op de spiegel. Alsof het alleen daar stof zit. Nee, ik heb zojuist de spiegel expres voor jullie afgedaan. Maar toch, blijf maar terugkomen. Dus let er alsjeblieft niet op. Verder heb ik een heel klein goud kettingtje om, zoals je kan zien, met een klein slootje eraan. Van zo'n Victoria Party. Ik heb hier een hartenoorbelletje in van Temu. Ik ga geen make-up op doen, want doe daar toch een zonnebril op. En mijn haar is nog een beetje nat van het douchen. Outfit way out of my comfort zone. Ik vind hem wel heel erg leuk, heel erg geslaagd. Het werkt in laagjes en dat vind ik met deze temperaturen gewoon prima. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Het is in ieder geval outfit nummer 3 alweer. En morgen heb ik alweer outfit nummer 4 voor jullie. Een hele goede morgen en welkom bij look nummer 4 alweer. Het raam staat open. Het is echt een heerlijk zonnig dagje. Ja, dus mochten daar wat achtergrondgeluiden van komen, dan weet je daar in ieder geval van af. Maar dit is look nummer 4 voor vandaag. Misschien iets wat jullie totaal niet van mij gewend zijn. Maar wel iets waar ik echt enorm blij mee ben. Wederom weer iets van Vinted. Echt grappig, want volgens mij de afgelopen beelden heb ik best wel wat items van Vinted laten zien. Maar je kunt echt hele leuke dingen scoren. Het is even af en toe zoeken, maar dan kom je echt wel de pareltjes tegen. En deze kwam ik een tijdje geleden tegen. En ik ben er oprecht heel erg blij mee. Ja, eigenlijk hoort er nog één knoopje iets hoger dicht te zitten. Maar helaas heb ik gewoon een wat vollere boezem waardoor het niet lukt. Maar ja, dan draag ik hem zo. Vind ik zelf ook niet zo heel erg storend. Het is een jurk van Nora van Vinted of Vinted gekocht. En ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind de kleur heel erg mooi. De fit vind ik heel erg tof. En hij zit ook gewoon heel erg lekker. Echt zo'n prima jurk voor vandaag. Meestal kies ik ervoor voor een eigen ceintuur. Maar ik vond eigenlijk dit wel heel erg leuk. Dat ik dacht, nou, we gaan het gewoon eens proberen. Misschien dat ik halverwege de dag toch kies voor mijn eigen riem. En dan wordt het een riem met een zilveren bukkel. Want ik wil hier straks mijn stoere boots onder doen. Het is natuurlijk wel een beetje een truttig jurkje. En ik hou wel ervan om het een beetje dan te downdressen. Dus ja, hele mooie jurk. Ja, je kunt het ook spuuglelijk vinden. Maar ik weet niet, het is een keer weer wat anders. En ik voel me er gewoon heel erg goed bij. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Ik heb wederom weer een panty aan van de Zeeman. Mijn favoriete panties, 15 of 20 denier is dit. Het hemdje wat ik aan heb, deze is van de Action. Is helemaal zo'n seamless top. Super, super chill. Verder een oorbelletje in van Bijou Brigitte. En ja, verder eigenlijk niet te veel poespas. Vandaag hebben we echt zo'n dagje. We gaan eigenlijk nog even naar de pompoenenboer. We gaan nog even pompoenen neerzetten voor Halloween, voor aankomend weekend. En ja, we maken er maar gewoon het beste van. En ja, dit is de outfit van vandaag geworden. Ik doe geen make-up op. Ik laat mijn haren ook gewoon zoals het is. Ja, een hele eenvoudige look, jongens. Maar soms heb ik ook gewoon van die dagen. Maar ik vind hem wel weer gewoon leuk genoeg om met jullie te delen. Dus outfit nummer 4 voor vandaag. En dan hebben jullie morgen outfit nummer 5 voor mij te goed. Een hele goede middag en welkom bij de laatste look van dit lookbook. Een heel gezellig lookje zoals je kan zien. De zon schijnt echt volle bak. Het is nog wel een beetje fris buiten. Maar ik ga er daar gewoon weer lekker op uit met de kinderen. En ik had gewoon zin om even iets gezelligs aan te trekken. En ik denk dat deze jurk wel heel veel gezelligheid uitstraalt. Ik dacht, ik pak ook nog de camera er nog even bij om nog even met jullie te delen. Ik twijfel of dat jullie hem al een keer hebben gezien, maar volgens mij al wel een keer. Maar dat is misschien alweer een tijdje geleden. Maar deze heerlijke jurk heb ik van Shein. Ik dacht van een gewone lijn, durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar die is van vorig jaar of van 2 jaar terug alweer. Dus ik weet niet of dat ze hem nog hebben die af te nemen. Maar ik vind het echt een heerlijk jurkje. Het maakt me altijd heel erg vrolijk of zo. Ik vind het gewoon de fit gewoon heel erg mooi. Hij zit gewoon ontzettend lekker. En ja, ik voel me er altijd heel gezellig in of zo. Ik denk dat jullie dat ook wel begrijpen. Ik heb een riem aan van de Primark met zilveren details. Want ik heb ook zilveren oorbellen in. Deze hebben jullie ook al vaker voorbij zien komen. Komen van Bijou Brigitte af. Bijou Brigitte, mijn excuses. Verder heb ik weer mijn panty aan van de Zeeman, want het is dan niet bepaald blote benen weer. En die witte melkflessen, ja, daar ben ik echt even helemaal klaar mee.
Dit zijn overigens mijn fijnste panties die ik heb. 20, 15 of 20 deniers is het. Ja, ik vind ze gewoon echt helemaal top. Verder doe ik hier dadelijk mijn stoere boots onder. Maar die staan toevallig beneden. Maar die heb ik ook al vaker in deze lookbooks aan jullie laten zien. Om toch een beetje de jurk, ja, is natuurlijk heel popperig, een beetje te downdressen. En dan doe ik er straks, ik heb hem hier toevallig in het beige hangen, maar ik heb ook zo'n jasje in het zwart, zo'n leatherlook jasje. Die doe ik hier dan straks lekker overheen. En dan gaan we lekker naar buiten toe. Ik doe ook lekker geen make-up op, want ik doe daar toch een zonnebril op. Mijn haar is nog een beetje nat van het douchen. Al met al, het is vandaag een fantastische herfstdag. En daar gaan we lekker even gebruik van maken. Dit is in ieder geval de laatste outfit van dit lookbook. Op het moment dat ik het wil gaan afsluiten, komt er nog eventjes een schoonmaakdienst voorbij, zoals je kan horen. Dit is in ieder geval het laatste lookje van dit lookbook. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Dus look nummer 5 voor vandaag. Nou, altijd fijn als je dan aan het filmen bent, dat je haar daar even anders over denkt. Maar jullie hebben zojuist net alle beelden gezien van de lookjes die ik de afgelopen dagen heb gedragen. Stuk voor stuk items met, of stuk voor stuk lookjes met items uit mijn eigen kast. Mochten er nou items tussen zitten dat je denkt, mo, die vind ik leuk, dan laat het zeker in de reacties weten. Sommige zijn wat ouder, maar sommige zijn recent gekocht. Ik kan altijd met je meedenken, kan altijd met je meezoeken of dat ik misschien iets vergelijkbaars voor je kan vinden. Klets gezellig met me mee in de reacties. Laat je reactie weten wat je favoriete outfit was. Kortom, ik ben gewoon heel benieuwd wat je deze video vond. Vond je hem leuk? Doe dan eventjes die duimpjes omhoog. Abonneer je nog eventjes gratis en vrijblijvend op mijn YouTube kanaal. En ja, ik wil toch iedereen heel erg bedanken voor alle support. Dat er altijd naar mijn video's wordt gekeken. Alle abonnees, alle duimpjes omhoog. Ik ben er echt onwijs dankbaar voor. Dus nogmaals, laten we gewoon wat liever voor elkaar zijn. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot volgende week weer. Doei!